Ik denk dat het goed getest is en ik laat me niet gek maken. Nee. RIVM waarschuwt tegen anticampagne inenting tegen baarmoederhalskanker. En verder in Over Den Haag vandaag. Het boekenbal is begonnen. Kroongetuige La Serpe is spil in liquidatieproces. Motie om te protesteren tegen weigering toelating Wilders krijgt steun van Kamervoorzitter. Goedenavond, welkom bij Over Den Haag vandaag. De vaccinatie van meisjes van 12 tot 16 tegen baarmoederhalskanker loopt minder goed dan verwacht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne had gehoopt dat er 75% van de meisjes zou komen opdagen, maar het was de eerste week slechts 60%. Het RIVM wijt dat aan indianenverhalen die via internet verspreid worden door de vereniging Kritisch Prikken. Zometeen gaan beide partijen met elkaar in debat, maar we beginnen in Nieuwegein. Komt-ie. Hoe heb je nou besloten om je in te laten enten? Nou, gewoon omdat het niet zo'n prettige ziekte is. We gaan gewoon. Ik neem aan dat als de GGD zegt dat het goed is, dan... Het is een landelijke campagne, dus ik neem aan dat het er gewoon 100% gecheckt is. Ik denk dat het goed getest is en ik laat me niet gek maken. Nee. Want bij jou in de klas zei ze al, er zijn 7 meisjes overleden. Ja. Ja. Nee, ja, nee. Maar dat gerucht gaat dus op de scholen. Ja. We hebben een opkomst van 60% van de meisjes die totaal zijn opgeroepen in Nieuwegein om gevaccineerd te worden. En als we eigenlijk kijken naar het begin van vorige week, dan zitten we gewoon in Meidrecht nog heel erg mooi op 77%. Maar op een gegeven moment kwam eigenlijk gedurende in die week kwam het klatter een beetje in. We kwamen op 50%. En we bleven daarna een beetje hangen tussen de 60-65%. Ja, je hebt nu minder kans op baarmoederhalskanker. Ik ga erover praten met Hester Visser van de vereniging Kritisch Prikken en met Marina Konijn van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Mevrouw Visser, ik denk dat bijna iedereen een gat in de lucht zou springen als er een preventieve prik, een preventief middel tegen kanker zou worden uitgevonden. Nou, is er een preventief middel tegen baarmoederhalskanker? Waarom bent u niet blij? Waarom zijn wij niet blij? Het product is 6 jaar op de markt. Voordat baarmoederhalskanker zich werkelijk ontwikkelt, zijn we 10 tot 15 jaar verder. Dus de onderzoeksperiode is te kort om de aannames die nu gedaan worden, als feitelijkheden gepresenteerd, te kunnen garanderen. U denkt niet dat het gaat werken op de lange termijn? Wij zijn daar niet van overtuigd. Nee. Mevrouw Konijn, wat vindt u van dit argument eigenlijk? Het is er nog niet lang genoeg. Nou, dat is niet het goede argument. Want moeten we 15 jaar wachten tot baarmoederhalskanker zich ontwikkeld heeft in de vrouwen die nu gevaccineerd zijn? Dat zou een enorm verlies zijn. En de gezondheidswinst zouden we dus niet kunnen realiseren. Want we weten, het gaat om een infectie met het humaan papillomavirus. Die kunnen we effectief in 70% van de gevallen door dit vaccin bestrijden. Zonder die infectie geen baarmoederhalskanker. Dus het is eigenlijk heel evident dat dit vaccin deze gunstige werking heeft. Maar u gelooft dat niet? Aan 5 van de 7 criteria die normaal gebruikt worden om vaccins op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma is niet voldaan. Er is vandaag een artikel... Noem er eens een paar. Die hoef ik niet te noemen. Die zijn natuurlijk voldoende bekend. Nee, sorry, ik weet ze echt niet. Nee. Oké. Nou, die kan mevrouw Konijn ons gerust vertellen wat de 7 criteria exact zijn. U weet ze niet? Ik weet ze niet uit mijn hoofd. Oh, sorry. Nee. Ik weet wel dat 5 van de 7 criteria niet aan voldaan is. Ik weet ook dat van de 10.000 vrouwen slechts 4 baarmoederhalskanker krijgen, wat dan te behandelen is. Er was vandaag een brandbrief van professor Coutinho, waarin hij de vereniging Kritisch Prikken verwijt onjuiste informatie te verspreiden, waarmee meisjes dus ten onrechte worden afgeschrikt.
U sluit u daarbij aan eigenlijk bij die brief? Ja, zeker. Ja. En wat is die onjuist? Wat verwijt u de vereniging? Ja, want nu noemt mevrouw de onzekerheden over de effectiviteit van het vaccinatieprogramma. En de Gezondheidsraad heeft die artikelen heel grondig allemaal uitgebreid besproken. En iedereen kan het ook nalezen. Maar kritisch prikken komt eigenlijk vooral met bezwaren, die hoor ik u vermelden, over risico's van het vaccin, over onveiligheid van het vaccin, over ernstige afwijkingen die het vaccin tot gevolg zou hebben. Dat is een ware angstcampagne. En wij vinden dat dat doorkruist dat mensen een eerlijke afweging kunnen maken op basis van eerlijke gegevens. Blijft hun eigen keuze. Want in Nederland is de keuze om je te laten vaccineren volledig vrijwillig. Juist. Maar we willen de mensen wel in staat stellen om een goede afweging te maken. Ja. En in de brief van het RIVM van de heer Coutinho onderschrijft hij ook dat wij hetzelfde nastreven als het RIVM. Namelijk mensen informeren over de mogelijkheden. Ja. Maar het effect is natuurlijk dat er minder meisjes zich laten inenten. En daar gaan uw wegen uit. Wij baseren ons op feiten. Ook in het rapport van de Gezondheidsraad staat dat bijwerkingen onvoldoende bekend zijn. Daar ga ik graag op reageren. Want het gaat dus juist daar is het probleem. Dat wij vinden dat kritisch prikken zich niet op feiten baseert. Het argument is dat er bijwerkingen zijn. En er worden bijwerkingen dat heeft de Gezondheidsraad zelf aangegeven. U schrijft ook een professor van Leeuwen van het Nederlands Kankerinstituut. U moet wel even elkaar uit laten praten, want anders hoort niemand het meer. Dus ja, u zegt bijwerkingen zijn, dat is niet duidelijk. Er zijn meldingssystemen van alle signalen dat er misschien iets niet goed zou zijn. Als iemand denkt, ik heb een vervelende klacht na de vaccinatie. Die wordt gemeld en die onderzoeken we allemaal. En de berichten waar de kritisch prikken op tafel ligt, van sterfgevallen, meisjes met ernstige blijvende schade, die zijn allemaal onderzocht, zowel in Amerika als in Spanje als in Zwitserland. Waar incidentele gevallen zijn gemeld en waar de relatie met vaccinatie is uitgesloten. Voor mijn begrip. We hebben het over bijwerkingen aan één kant en we hebben het over langere termijn effecten als mensen die daarna sterven. Hè? Want dat zegt u ook als argument tegen de ding. Wij hebben als argument aangegeven dat er onvoldoende bewijs is dat er geen bijwerkingen zullen zijn op de lange termijn. Ja. Dat is wat anders dan dat wij actief propageren dat er sterfgevallen zijn. Want is er iemand aan gestorven? Wel, want er worden brieven verstuurd, kritisch prik op de website. Niet door kritisch onwijsheden, onwaarheden verkondigd over ernstige schade die door vaccinatie zou zijn veroorzaakt, die niet waar is, die wetenschappelijk weerlegd is. U baseert zich helemaal niet op feiten. U baseert zich op berichten waar u geen kritische oordeelsvorming over hebt, die u zo de wereld inslingert, waardoor we even kunnen constateren dat ouders en meisjes, u hebt het ook op net in deze uitzending gezien, ongerust worden, verwacht worden en eigenlijk twijfelen welke kant moeten we op. Wij kunnen alleen maar uitleggen wat de overwegingen zijn, waarom wij denken dat dit een veilig en effectief vaccin is en waarom de Gezondheidsraad tot het oordeel is gekomen dat de minister er goed aan zou doen om dit vaccin aan te bieden om niet generaties meisjes de bescherming te onthouden. Mevrouw Visser. Zoals ook gisteravond in het programma Radar is aangegeven, waarin ook professor Van Leeuwen van het Nederlands Kankerinstituut haar twijfels uitte bij de werkzaamheid van het vaccin en bij ook aangaf dat pas na 30 jaar geëvalueerd kan worden. U bent ineens van koers veranderd. We hebben begrepen dat u nu ineens de groep van Leeuwen napraat en niet meer praat over... Wie is de groep van Leeuwen? Nou ja, er is een publicatie geweest in de Tijdschrift voor Geneeskunde van 5 artsen. Die hebben gezegd dat het is te vroeg om deze vaccinatie te introduceren. Die hebben daar ook een debat over gevoerd met de Gezondheidsraad. Mevrouw van Leeuwen is zelfs gehoord in de Gezondheidsraad. En de Gezondheidsraad heeft gezegd van ja, al die argumenten die kennen wij. Die hebben we uitgebreid besproken. En wij komen tot dit oordeel. Ja. Ik mag hem misschien even opwijzen, want u beroept zich nu op deze wetenschappers, dat vandaag er in de Telegraaf door de eerste auteur van dit artikel is geschreven en dat we 2 uur later een brief van de 4 andere auteurs is rondgestuurd waarin ze zich distancieren van het artikel wat vanochtend in de Telegraaf is geschreven. Wat ik graag van u wil weten, want u baseert u op wetenschappers. Goed, dat is dan nu een beetje onduidelijk omdat er een paar wetenschappers blijkbaar iets hebben gezegd en zich daar nu weer van gedistanceerd hebben. Maar baseert u zich nou op geruchten of baseert u zich op hard onderzoek? Wij baseren ons alleen op onderzoek en op bronnen. Wij hebben ons eigen HPV... Bronnen, maar onderzoek, echt onderzoek. Want mevrouw bronnen die dus zijn gevonden in onderzoeken.
Dan moet u die publicaties toch eens naar het RIVM opsturen. Want wij hebben de contacten met het CDC en de Food and Drug Administration, die in Amerika verantwoordelijk is voor deze bewaking. En de Europese registratieautoriteit, die de vaccins toelaat tot de markt en blijft monitoren, die hebben allemaal, ook recent nog 19 februari, een persbericht uitgegeven dat het vaccin veilig en effectief is. Goed, ik wil nog even hier constateren. U zegt allebei hetzelfde doel te hebben, namelijk het beste voor te hebben met die meisjes. Wat is de schade als ze zich niet laten inenten? Ik heb me wel verbaasd, want ik vraag me af wat het doel is van kritisch prikken en wat hun drive is om deze eigenlijk angstcampagne te voeren. Maar het belangrijkste is, deze meisjes moeten een keuze voor zichzelf maken. Ja. Het is niet zo als bij andere zaken dat we een epidemie willen voorkomen en daarom zo'n hoog mogelijk bereik willen hebben. Dus wat is schade? Het gaat om het individu. Dit meisje kan zich dan niet beschermd weten door de vaccinatie. Alle meisjes, gevaccineerd of niet gevaccineerd, zullen als ze 30 jaar worden moeten gaan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Dan kan eventueel de kanker nog worden opgespoord. Maar er wordt vrij luchthartig over gedaan. Ik weet niet of u zich realiseert. Sorry, ik vraag u wat de schade is. Daar wil ik graag een antwoord op. De schade is dat er dan een voorstadium van kanker wordt geconstateerd, waarbij chirurgisch wordt ingegrepen. Er wordt de baarmoederhals chirurgisch verwijderd, waar dan de voorloperstadia van kanker zijn opgetreden. Soms zelfs radiotherapie of chemotherapie. Dus het is natuurlijk heel goed dat het bevolkingsonderzoek er is, en dat moet ook zeker doorgaan, dat we vroegstadia die toch optreden constateren en behandelen. Maar je mag er niet lichthartig over doen, over hoe ernstig dat is, nog naast de overbehandeling die vaak optreedt. Wij doen er zeker niet luchthartig over. Wij hebben wel bepleit, ook bij ons bezoek aan de Gezondheidsraad, voor het advies werd uitgebracht, dat het Rijksvaccinatieprogramma mogelijk uitgebreid met dit vaccin, maar dan toch liever in onze ogen het monitoringssysteem van uitstrijkers vervroegen met 5 jaar. Daar liever de kost in steken. Ja. Daar zijn geen bijwerkingen bij. En nogmaals, van de 10.000 vrouwen ontwikkelt slechts 4 baarmoederhalskanker. En dat is dan een voorstadium wat te behandelen is. Nou, daar is wel een ander punt. Ik wil nog één ding van u weten, want ik heb even op uw site gekeken. Ja. En daar viel mij op dat u ook bijvoorbeeld waarschuwt tegen prikken tegen polio. Inenten tegen polio. En ik vroeg mij af, heeft het met het inenten zelf te maken? Dat is op zich nu niet het onderwerp. We zouden het meer over baarmoederhalskanker. Ik vraag mij. Ja, maar het gaat over inenten. De NVKP staat ervoor dat mensen zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. Dat mensen zich bewust zijn van de vrijwilligheid van het vaccinatieprogramma. Zeker. Maar bent u tegen inenten? Dat is gewoon Dit is het eerste vaccin waarvan de NVKP zegt niet doen. Tot nu toe hebben wij altijd alleen maar gezegd, wees je bewust van je eigen verantwoordelijkheid. Wees je bewust van de vrijwilligheid. Ja, maar u zegt nu niet doen, maar u hebt daar niet cijfers bij van zoveel mensen hebben daar vreselijke gevolgen van, enzovoort, enzovoort. Nee, niet van Cervarix, want Cervarix is nog te kort gebruikt. Cervarix is het vaccin wat hier in Nederland gebruikt wordt nu. Dat is nog te kort gebruikt en op te kleine schaal om te kunnen vertellen wat de bijwerkingen zullen zijn. Maar zoals dus in het rapport van de Gezondheidsraad, zoals in het rapport van de Gezondheidsraad zelf stond, het is belangrijk de bijwerkingen goed te monitoren. Ja. Ik mis dus ook nu in de campagne van het RIVM waar mensen terecht kunnen met bijwerkingen. Goed. Ik zou zeggen, een lijst met bijwerkingen. Dat gebeurt ook. Er is voor het Rijksvaccinatieprogramma geld dat alle meldingen, we hebben een 7 dagen van de week telefoondienst waar de meldingen kunnen worden gedaan. We hebben een team van artsen die alle meldingen van bijwerkingen, ook van het Rijksvaccinatieprogramma en nu van dit nieuwe vaccin, monitoren. En die worden geëvalueerd en die worden gemeld aan de internationale registratieautoriteiten. Dat gebeurt zonder meer. Goed. De ervaring met dit vaccin is overigens veel groter, want inmiddels zijn er in Engeland 2,5 miljoen 12-jarige meisjes gevaccineerd. En ook daar wordt nu al alle bijwerkingen na de vaccinatie gemonitord. En inderdaad vervelend, de pijnlijke arm, soms koorts en hoofdpijn. Flauwvallen zien we nog ook wel eens bij deze meisjes, wat natuurlijk ook nog een andere oorzaak kan hebben bij deze grootschalige entingen. Maar verder zijn er geen ernstige zaken gerapporteerd die aan het vaccin konden worden gerelateerd. Ze kan de mensen daarin geruststellen. Ik dank u allebei voor uw bijdrage aan deze discussie. Overigens kunt u na de uitzending met mevrouw Konijn van het RIVM chatten op www.novatv.nl als u nog allerlei vragen hebt. Zometeen, kroongetuige Peter Lacerpe is de spil in het liquidatieproces.
Maar nu eerst, het is boekenbal. Het is het begin van de boekenweek en die staat in het teken van dieren. Tonke Lop stond vanavond, zoals gebruikelijk, bij de ingang van de Stad Schouwburg in Amsterdam. Over welk dier zou u kamervragen willen laten stellen? Misschien wel over mijn eigen kat. Die wordt slecht behandeld. Is bijvoorbeeld helemaal alleen op dit moment. Nou, eens even nadenken. Aan welk dier? Varkens hebben we al wel genoeg gehad, hè? Denk ik. Dus dat hoeft eigenlijk niet meer zo. Laten we maar eens zeggen olifanten. Varkens. Ja. Over de pinguïn. Hard nodig? Lijkt me hard nodig. Dat er meer respect voor komt. Ik vind echt dat kamervragen gesteld moeten worden over de marmot op Wilders zijn hoofd. De pauw. Niet trots genoeg? Nee, maar die maken veel herrie. Ik krijg last met de buren, heb ik een keer meegemaakt. Gaan de buren klagen. De pauwen maken het veel herrie. Ja, daar moet wat aan gedaan worden, hè, door de regering. Ja. Sorry hoor, maar ik ben een bioloog. Dus wij biologen, wij maken geen onderscheid tussen mensen en beesten. Wij zien dat er rare beesten zijn die op twee pootjes lopen en die kamervragen stellen en beantwoorden. En dieren die zo verstandig zijn om dat niet te doen. Kamervragen laten stellen? Varkens, denk ik. Nee, of kippen. Over welk dier zou u kamervragen laten stellen? Nou ja, toch wel over het varken, denk ik, ja. Ja. De hond. Ja, de hond is een leuk om mee. Het is een leuk met zijn staart kwispelen. Kamervragen ging het over. Ja. Nou, ik ga helemaal geen kamervragen laten stellen over wat dan ook. Wat hebben ze ermee te maken? Helemaal niks. Nou, gewoon om de zaak scherp te houden. Wij zijn kamervragen anders voor nodig. Niet om de waarheid te achterhalen. Struisvogels. Hebben ze dat nodig? Ja, want de veren van de struisvogel worden op een schandelijke manier misbruikt. Die worden gebruikt voor hoeden, voor matrasvullingen. Over welk dier? Dat is een gewetensvraag. Ik zou toch afscheid nemen van de dieren. Met de Kamer. We hebben al een Partij voor de Dieren. We zijn het enige land ter wereld met een Partij voor de Dieren. Daar zijn we uniek in. Ik zou het willen uitbreiden. Ik streef nu naar een Partij voor de Planten. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik neem aan dat Simon zowel de bloemetjes als de bijtjes, als de lammeren en de geitjes eert, net als alles wat groeit en bloeit. Oeh, dat is een moeilijke vraag. En de walvis, hè? En de mens. De mens is toch het mooiste zoogdier dat er is. Daar zou ik kamervragen over stellen. Niet over wat er in Emmen is gebeurd. Maar als het zich zou voordoen, hè, bij een olifant, moet het altijd belangrijk zijn. Oh mijn god, over geen enkel dier. Ik vind het belachelijk. Over mijn hond die 17 wordt en die nu niet langer door mag werken. Over de miereneter. En waarom? En over de honingdas. Kamervragen stellen. Nou, ik zou geen kamervragen over dieren stellen. Wat is voor u een waarheid als een koe? Waarheid als een koe? Zoals het vogeltje thuis tikt. Tikt het nergens. Een stier. Nee, maar de waarheid is voor mij iets wat altijd ontsnapt. En een koe lijkt me toch een vrij makkelijk neer te schieten dier. Het is een meest onuitstaanbare en tegelijkertijd nogal aantrekkelijke waarheden. Wat is voor u een waarheid als een koe? Dat er melk uitkomt. De waarheid als een koe is een zwart, een beetje wit Hollandse koe. En die in het gras staat. Dat is een waarheid als een koe. Een koe staat daar maar waar te zijn. En wat moet je er precies mee? Koeien. Wat een vraag. De waarheid als een koe is dat ik hier sta. Dat is echt een waarheid als een koe. Een waarheid als een koe is dat een geit meer scheidt dan een koe. Een waarheid als een koe. Jee, wat heb je geen andere leuke vraag? Dat er geen waarheid is, waarschijnlijk. Geen absolute waarheid. Oh, waarheid als een koe. Ja, eigenlijk dat ik hier sta. Een grotere waarheid zou ik niet kunnen bedenken. Een waarheid als een koe is dat 1 en 1 2 is. En maar hoogstel dat 3 wordt. Wat de waarheid als een koe is, dat 2 en 2 4 is, bedoel ik. Dat mijn neus ervoor zit en niet opzij. Dat is toch een waarheid als een koe? Ja.
Was dat al? Hij is de kroongetuige in het grote liquidatieproces, Peter Lacerpe. Zelf betrokken bij een moord, besloot tegen zijn oude maten te getuigen en vanaf en vandaag werd hij op de zitting gehoord. Zometeen meer daarover. Maar nu eerst, wie is Peter Lacerpe? Liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Jarenlang kan justitie er geen greep op krijgen. Totdat deze man zich in de zomer van 2006 meldt. Peter Lacerpe. Hij zegt dat hij van binnenuit informatie kan geven over een groot aantal liquidaties. Jarenlang was hij bevriend met een hitman die bij vele moorden betrokken zou zijn. Peter zegt dat hij weet heeft van een liquidatielijst. Als hij in het buitenland hoort dat caféhouder Thomas van der Bijl is geliquideerd, wil hij nog meer moorden voorkomen. Hij meldt zich bij justitie. Hij wilde uit het milieu. En hij heeft dat op een aantal manieren geprobeerd. Dat is niet gelukt. En op een gegeven moment zag hij eigenlijk geen andere weg dan deze weg. In deze gevangenis raakt Lacerpe bevriend met Jesse R. Die zou verantwoordelijk zijn voor zeker 6 moorden. Van Jesse krijgt Lacerpe veel informatie over uitgevoerde liquidaties of klussen die nog gedaan moeten worden. Wat Jesse er zelf over heeft gezegd is dat wat de kroongetuige vertelt over enige betrokkenheid van Jesse bij die feiten waarvan hij verdacht wordt, dat het allemaal leugens zijn. Ja, wat hij dan verder van vindt of daarbij voelt, dat weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat het toch wel een dolk in de rug moet zijn als een persoon waarmee je voorheen bevriend was op zo'n manier over jou verklaart. Volgens Lacerpe is hij samen met Jesse verantwoordelijk voor de liquidatie van hars- en vastgoedhandelaar Kees Houtman. Lacerpe zou dekkingsvuur hebben gegeven. Jesse zou de dodelijke schoten hebben gelost. Het is daarmee de eerste keer dat justitie een deal sluit met een betrokkenen bij moord. Lacerpe verklaarde echter over een groot aantal onopgeloste liquidaties. En over voornemens en pogingen daartoe. Hij verklaarde over nog uit te voeren liquidaties waartoe al opdrachten waren uitgezet in het milieu. Hoewel zijn eigen criminele handel en wandel beslist niet gebagatelliseerd mag worden, viel de afweging hierdoor toch uit in het voordeel van het wel willen sluiten van een overeenkomst. 11 verdachten staan nu terecht voor in totaal 10 liquidaties of pogingen daartoe. Alle ogen zijn gericht op Peter Lacerpe. Vindt de rechtbank zijn verklaringen betrouwbaar of niet? Daar draait het om. En ik ga erover praten met Gert Jansen, research-redacteur bij Nova. Ja, Gert, eindelijk hoorden we hem dan, maar we zagen hem niet. Jij bent daar geweest in de rechtbank, wat zag je wel? Nou, wij zaten met een heleboel journalisten op de publieke tribune. Het is toch een spannende dag voor het eerste kroongetuige die gaat vertellen. En we zitten dan achter het glas en in de zittingzaal zelf zaten 12 advocaten en 5 verdachten, want ze waren niet allemaal opkomen dagen. Dan verkiezen ze ervoor om gewoon een dagje in de cel te blijven. Je hoeft er niet bij te zijn. En dan links heb je dan die cabine waar dan de kroongetuige zit. Er zit een soort trapje in, zodat hij van onderuit de kelder, zeg maar, ongezien naar binnen kan, samen met zijn advocaat. En daarnaast stond een heel groot kamerscherm. En dat betekende dat wij vanuit de zaal konden hem niet zien. Maar de mensen in de zaal, dus de verdachten en advocaten, die konden hem wel zien. Maar hij, heb ik begrepen, was wel getooid met een pruik en een mooie snor. Maar hoe reageerden de verdachten op hem? Want tenslotte had hij van alles over ze te vertellen. Ja, een aantal verdachten die reageerden wat lacherig naar elkaar toe als zij vonden dat hij weer iets ongeloofwaardigs vertelde. Maar wat ik zelf al heel opvallend vond, ik zat dus achter die glazen ruit en een paar meter voor mij zat Jesse R., zeg maar de hoofdverdachte, die volgens justitie zeker 6 moorden op zijn geweten zou hebben. En die zat eigenlijk heel stoïcijns te luisteren. Hij zat in een soort kleermakerszit. Hij heeft een gehoorapparaat, want die hoort nogal slecht. Ja, en hij zat gewoon te luisteren. En als je dan bedenkt dat zijn beste vriend van vroeger daar in die cabine eigenlijk de meest vreselijke dingen over hem vertelde, met mogelijk levenslang tot gevolg, zoals sommigen zeggen, ja, dan is het toch heel apart als je daar dan zo onbewogen eigenlijk naar zit te luisteren. Ja, en wat wilde de rechtbank van hem weten van Lacerpe? Nou, vooral waarom hij nou eigenlijk die deal had gesloten met justitie. En de kroongetuige vertelde, ja, ik wilde eigenlijk al jarenlang uit dat criminele milieu. En hij is toen een tijdje gevlucht naar Spanje. En toen las hij daar de krant en hij zag dat caféhouder Thomas van der Bijl was geliquideerd. En dat was een van de mensen die hij had zien staan op een soort liquidatielijst. En daar stonden dus nog meer namen op.
En toen heeft hij gezegd, ja, nu moet ik naar justitie om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Ja. Nou heeft hij een deal gesloten met het Openbaar Ministerie. Maar is de rechter dan gehouden om ook die deal te volgen? Gaat hij daarin mee? Eerst nog heel even iets anders, want het had een haartje gescheeld of de hele getuigenis was niet doorgegaan vandaag. Want wij begrepen dat afgelopen weekend de kroongetuige eigenlijk zei... Ik kom helemaal niet, want ik ben ontevreden over het getuigenbeschermingsprogramma. Hij komt, van het Openbaar Ministerie? Ja, hij komt na de gevangenisstraf die hij eventueel krijgt in een soort beschermingsprogramma. En het schijnt dat hij daar nog steeds ontevreden over is. En hij zei, ja, ik kom gewoon niet als dat niet wordt verbeterd. En op het nippertje hebben ze dat nog kunnen redden. En verscheen hij dan toch vanochtend. Ja. Maar over die deal, ja, die is tussen hem gesloten en het Openbaar Ministerie. En ze hebben gezegd, ja, normaal zou je voor deze feiten 16 jaar straf zouden we eisen. Nu eisen we maar 8 jaar. Maar let op, de rechtbank hoeft zich daar niet aan te houden. Die beslist zelf welke straf hij uiteindelijk krijgt. Oké. En wanneer wordt dit vervolgd? Aanstaande donderdag. Dan mag de rechtbank nog een paar vragen stellen aan de kroongetuigen. En er staan er ook al 12 hele kritische advocaten in de startblokken. En die mogen dan elk een half uur hem fileren. Ja, zo is het. Goed, dankjewel. Ja, we gaan naar Den Haag. Daar kreeg een motie van de oppositie steun van 1 Kamerlid van de regeringspartijen, namelijk van de Partij van de Arbeid, Kamervoorzitter Verbeet. Ferry Mingelen, wat was er aan de hand? Nou, Clary, de Kamervoorzitter wilde duidelijk een daad stellen. En dat was ook logisch, want vanochtend had ze al gepleit voor een sterker optredend parlement. Dat deed ze bij de presentatie van dit rapport. Vertrouwen en zelfvertrouwen, dat is een soort parlementaire zelfreflectie. Met als centrale boodschap, we zijn te veel medebestuurder, we zijn te weinig onafhankelijk controleur. Het wordt tijd dat we ons gezag herwinnen. Nou, dat kon mooi vanmiddag al. Bij de affaire Wilders, je herinnert je natuurlijk, in februari weigerde Groot-Brittannië de toegang voor Wilders. Kamer in rep en roer eiste bij motie van VVD-leider Rutte dat de Nederlandse regering dat op het hoogste niveau in Europa zou aankaarten. Verhagen en Balkenende weigerden die motie uit te voeren. Vandaag opnieuw een debat, opnieuw een motie van Rutte, motie van voer die oude motie alsnog uit. Opnieuw weigerde het kabinet het en de regeringsfracties die lieten het erbij zitten, inclusief dus de PvdA, exclusief mevrouw Verbeet. Pim van Galen. Het kabinet weigert de kwestie Wilders in Europa aan de orde te stellen en de hoofdpersoon heeft daar geen goed woord voor over. Gordon Brown is, zoals u weet, de grootste lafaard van Europa. Maar premier Balkenende en minister Verhagen zijn goed voor een gedeelde tweede plaats. Goed voor de zilveren medaille. En dat terwijl Nederland in deze crisistijd geen lafaards nodig heeft, maar leiders. Minister Verhagen is het eens met Wilders dat Engeland hem niet had moeten weigeren. Maar hij vindt het geen zaak voor Europa, omdat Engeland wel het recht heeft om hem te weigeren. Ik heb u aangegeven dat wij een fout besluit vinden, een fout keuze vinden, van de Engelse autoriteiten. Aangezien naar onze mening de heer Wilders geen bedreiging is voor de openbare orde. Maar ik kan niet intreden in de vraag of de heer Wilders een bedreiging is voor de openbare orde in het Verenigd Koninkrijk. Dat is aan de Britse autoriteiten en aan de Britse rechter. Ik vraag het en aan de Britse rechter ter toetsing. Dat vraag ik u ook niet. Wat u vraagt is dat ik Europees aan de orde moet stellen. Is dat meneer Wilders, wat hij ook doet, hoe dan ook toegang moet krijgen tot het VK. Dat is niet aan mij. Weet u, meneer Verhagen, waarom u het niet aan de orde stelt? Omdat het u uiteindelijk niet verschrikkelijk veel interesseert. Dus daarom verschuilt, mag ik even uitpraten, mevrouw de voorzitter. Daarom verschuilt de minister van Buitenlandse Zaken zich achter deze formele argumenten. Dat is geen sterk verhaal. Vorig jaar, toen dit filmpje Fitna nog moest uitkomen, heeft u met een roeptoeter onder en boven alle vergadertafels in Europa en de rest van de wereld lopen roepen: pas op, er komt een heel vervelende film aan. Dat heeft u gedaan. U heeft zelfs de heer Wilders opgeroepen die film niet uit te zenden. Zover bent u gegaan. Het interesseert u gewoon niet, die vrijheid van meningsuiting. Dat is de reden waarom u het weigert aan de orde te stellen. Voorzitter, ik constateer dat de heer Rutte een heleboel grote woorden gebruikt zonder dat hij om maar enige onderbouwing ervan geeft. Om de doodvoudigheden, als het mij geen lol zou interesseren, dan had ik überhaupt mijn collega niet gebeld. Dan had ik de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk niet aangesproken en opgeroepen tot heroverweging. Dat had ik dan gedaan. Meent u nou werkelijk dat ik daar zoveel uren aan zou besteden als het mij geen lor interesseerde, zoals u suggereert? Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken als het mij niet zou interesseren. Toch is het mij niet helder waarom dat de minister in deze Kamer zegt en in de richting van Engeland zegt, het is een onterecht besluit. Maar in de richting van Europa zegt de regering ineens van, ja, het is het goed recht van Engeland.
Het is een nationaal recht om iemand de toegang te weigeren op basis van openbare orde of veiligheid. Dat is één. Dus ik wil ook dat dat nationale recht voorbehouden blijft aan die lidstaten. Ik wil ook in Nederland het recht blijven behouden om iemand de toegang te weigeren indien hij of zij een bedreiging is voor openbare orde of veiligheid. Dat recht wil ik hebben, dat wil ik niet aan andere lidstaten geven. Maar dat is voor de Kamer het punt helemaal niet. De Kamer wil het onderwerp gewoon op de Europese agenda. De oppositie dringt weer aan, maar coalitiefractie PvdA vindt het geen zin hebben en legt zich neer bij de weigering van het kabinet. Het was een kleine moeite geweest om de ongenoegens van de Tweede Kamer over te brengen aan de Europese collega's. Dat had de situatie misschien niet veranderd, maar het was wel een duidelijk signaal geweest. Een diplomatiek signaal moet worden afgegeven op het moment dat een kwestie actueel is, en nu is het helaas te laat. Het kan toch niet waar zijn, hè, dat u zegt, laat nou deze kwestie maar zitten, want ze zijn het vergeten in Europa. Nee, voorzitter, zeker niet. Volgens mij is het veel belangrijker dat we nu zorgen dat de situatie zich niet kan herhalen. Het zou mij buitengewoon verbazen als de Partij van de Arbeid nu zou besluiten om de handtekening onder de motie weg te halen onder het argument dat we nu een paar weken verder zijn. Als dat werkelijk zo is, dan is uw eerdere betoog niets waard. En dan zijn het allemaal praatjes voor de vaak. Die motie is niet uitgevoerd en het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat ze niet van zins is om hem uit te voeren. Ja, voorzitter, dan kunnen we met z'n allen trekken aan een dood paard, maar het paard blijft dood. Kamervoorzitter Verbeet is het niet eens met haar eigen PvdA-fractie en stemt mee met de oppositie. Waarom deed u dat? Omdat ik als Kamervoorzitter op het standpunt sta dat aangenomen moties moeten worden uitgevoerd. Dus u wilde een signaal afgeven? Ja, ik wilde een signaal afgeven dat, dat de regering met hele goede argumenten moet komen om een motie niet uit te voeren. En die argumenten vandaag hebben mij niet overtuigd. Dus de Kamer moet niet meteen overstag gaan als de regering iets niet wil, zegt u? Nee, de Kamer moet erop staan dat haar moties worden uitgevoerd. Dat is niet gebeurd vandaag. Nog niet. U heeft dus ook een nederlaag geleden, hè? Wat over ja. De... ja. Nou, is er vandaag een rapport verschenen, advies aan u, u heeft het in uw handen, waaruit blijkt dat de Kamer veel meer haar tanden moet laten zien. Sterker nog, juist in deze tijden van recessie moet laten zien, wij zijn er ook nog. Hoe moet dat dan? Omdat wat er nu besloten wordt en wat er nu voorgesteld wordt van grote betekenis is, ook op de lange termijn, generaties na ons zullen nog heel veel te maken hebben met de besluiten die vandaag de dag genomen worden. En ik wil dat de Kamer al die besluiten goed toetst op uitvoerbaarheid en daar als een bok op de havenkist zit in deze periode. Maar de Kamer in meerderheid, de coalitie, heeft zich in het torentje opgesloten om het onderling te bekokstoven. Dat klinkt toch niet erg dualistisch? Dan mogen ze van mij een tijdje zitten en dan komen ze hier en dan komen ze vertellen de regering wat men van plan is te gaan doen. En dan wil ik dat de Kamer ze daarop goed bevraagt. Ja, zo ging het toch op het eind toch nog even over de onderhandelingen die nu gaande zijn in het torentje. Hoe staat het daarmee? Nou, er ligt, Clary, weer een nieuw aangepast voorstel van de premier. Ze zitten nog steeds te vergaderen. Het meest opvallende wat ik hoor is dat het leek ineens een beetje voorjaar. Hè. Werkgevers, werknemers hadden ineens een soort sociaal akkoord. Waren helemaal blij met zichzelf. Maar de onderhandelingspartners zijn helemaal niet blij. Want die zeggen van ja, ze kunnen wel mooi dit aanbieden. Maar in feite vragen ze veel. Geven ze weinig terug en laten ze ons met de kosten zitten. Dus de sfeer aan de onderhandelingstafel naar de sociale partners was niet heel erg positief. Het waren gefronste wenkbrauwen en dat zal het akkoord zeker weer niet gemakkelijker maken. Dus het gaat toch even vrolijk door hier. Oké, dankjewel. Ferry Mingelen vanuit Den Haag. En dit was Nova. Morgen is er weer een nieuwe Nova. Goedenavond.